zijn we weer. Hier hebben we geslapen. Helemaal alleen. Prachtig plekje. Heerlijk toch? Kost niks. We kunnen ook nog water vullen zo meteen. En de rest ook even doen. Ik kan je in Nederland toch niet voorstellen dit. Komt de bevolking in opstand. En hier vinden ze het juist leuk. Nou, opstand in Nederland zal ook niet gauw gebeuren, maar goed. Kijk, kabbelend beekje. Nou, hier kan je goed het water zien, hè, waar we aan zitten. En heel erg stil. Het enige wat je hoort, ze zijn iets verderop een huisje aan het bouwen. Dan gaan we nog even een rondje. Hou je vast, dan gaan we nog weer. Daar zijn ze een huisje aan het bouwen. Dat maakt wel geluid, maar... We begonnen niet om 6 uur in ieder geval. Gelukkig niet. Een heerlijke plek, we gaan vandaag verder. Op het programma staat een of ander kapelletje boven op een berg. Daar gaan we eerst heen. En ja, daarna gaan we naar Natswiler, heet het geloof ik, Natswiler. Een concentratiekamp. Ik weet niet wat er gebeurde, maar het ging even uit. We gaan in ieder geval naar Natswiler. Concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog gaan we ook even kijken. Dus nou ja, stap maar weer in. Aan deze kant. En dan gaan we weer. Hoppatee. Eerst de camper nog even servicen. En daarna gingen we op pad. Rechtsaf naar 70 meter. En, ja hoor. We kregen weer een hele mooie route voorgeschoteld. Een echt bospad. Een bospad waarin je hoopt dat je niemand tegenkomt. En gelukkig, dat gebeurde ook niet. Maar het wordt steeds smaller. Altijd makkelijk zo'n tomtom die je kunt instellen. Alles een beetje weggespoeld. Sla linksaf na 300 meter. Ja. Maar goed, het blijft wel een prachtige omgeving. Linksop. We waren onderweg naar een kapelletje en die hadden we gevonden. Prachtig uitzicht hier. En daar zijn we net doorheen geslingerd, volgens mij. En daar gaan we naartoe. Ja, het paadje naar boven was best pittig, maar was goed te doen. Maar we konden nog hoger. En moesten we even buitenom. Maar daar gaan we. Zo hoog zal het toch niet zijn? Dan gaan we terug. Ja, dat durft hij niet.
ijzeren trap. Best een end. Jezus. Oh ja, je kan er even op. Ja. Al met al, toch een pittig klimmetje hoor. Man. Nog een campertje. Nee. Ja, daar staat hij. Nou, daar stonden we bovenop. Ik sta toch liever beneden als bovenop. We zijn op weg naar Cascades. Cascades, en hoe heeten ze? Dat weten we niet. We zijn op weg naar de onbekende waterval. Een kilometertje lopen. Dus we zijn er zo. Ja, en Mozzel was er ook wel blij mee met het water. Goed zo. Morgen gaan de hechtingen eruit. Dus mag hij weer helemaal kopje onder. Daarna reden we verder. Naar het concentratiekamp Struthof. En daar word je toch wel weer even heel erg stil van. Het kamp is nog in bijna staat zoals het is aangetroffen aan het einde van de oorlog. Een aantal barakken zijn verwijderd, maar heel veel staat er nog. Zoals de gaskamers, crematorium, alles is er nog. Echt bizar om te zien. Ja, daar word je weer even stil van. Daarna gingen we op zoek naar een overnachtingsplaats. Die vonden we in Obernai. Wat ook nog eens een heel leuk stadje bleek te zijn. Prachtige vakwerkhuizen. Dit is onze laatste dag in Frankrijk. Morgen gaan we richting Duitsland. En dan gaan we richting Straatsburg. Nou, bedankt voor het kijken. Vindt u de filmpjes leuk? Geef dan een duimpje omhoog. De mazzel!